Romeinen al die honderdduizenden tegels en dakpannen produceerden, kun je ze het beste zelf gaan maken. Ebelen, hi. Jij bent expert. En dat vind ik echt, echt hartstikke leuk. Jij bent een van de weinigen in Nederland die nog dit soort dingen bakt in een authentieke oven. Dat klopt. We hebben dit op de Holdern geschetst. Dit is waar de Romeinen mee werkten. Mm-hmm. Kunnen we er wat mee? Ik denk dat dit wel wat wordt, ja. We moeten er wel wat water bij doen natuurlijk. En dan kijken we wat het wordt. Het mag wel behoorlijk zacht zijn. Er mag nog wel een beetje zand bij. Zoals meel bij de bakker. Ja, zo is het. Dat is best zwaar, of niet? Ik kan het wel hebben. Ja. Kijk, dit noemen ze een stierenkop. Oh ja, grappig. En nu? Nu pakken we de mal. Even wat water op, om te zorgen dat hij goed lost. Het is ook niet echt anders dan koekjes maken. Nee, absoluut niet. Ja. En dan gaat het weer. Er waren nogal wat mensen die eraan meewerkten, denk ik dan. Oh. En ze moesten heel veel maken. En nu gaan we hem los. We zetten het jaartal erin. En nu mag jij nog je handtekening erin zetten. Het leuke is, in heel veel van die tegels vinden we nog soms hondenpootjes, maar soms ook afdrukken van handen. Dus laat ik hem nog eens even goed inzetten. Nou kan hij niet gelijk de oven in, hè? Want hij moet drogen. Hoe lang moet dat? Hij moet minstens 2 weken drogen, maar in veel gevallen nog langer. Gelukkig heb ik ze al. Ja, we zetten wel wat in scène vandaag. Kijk, even kijken. Ja, is mijn hand. Dus hij mag de oven in. Ja. Hoe heet het hier is. Hier wordt het vuur in de stookgang opgestookt. En Ebelen, hoe lang moeten we het nou laten bakken? Een hele dag zijn we bezig. Op de Holdern zijn die ovens natuurlijk veel groter geweest. De grootste ovens waren met een doorsnee van 10 meter. En dan moest het vaak wel 2 tot 4 dagen gebakken worden. En dus ook gestookt worden. Dus wanneer kunnen we het er dan uithalen? Morgenochtend. Morgenochtend. Nou, dan komen we morgenochtend terug. Nou, Ebelen, ik ben wel echt heel benieuwd of het gelukt is allemaal. Ja, dat is altijd het spannendste. Ja, dus? We gaan hem openmaken. We gaan hem openmaken. Mag ik zo? Ja. Kijk eens, dat gaat best makkelijk. Kijk, ja, die steentjes, we hadden hem dicht gemetseld. Ja. En nu zorgen dat die stenen niet naar binnen vallen. Ja, dat begrijp ik, want anders... Je voelt het nog, hè, de warmte? Ja. Moet je nou kijken. Dat is die van jou? Ja, met mijn hand. Ah, super zeg. Maar ja, het is wel schamele oogst. Die Romeinen deden het een stuk beter. Ja. Met tienduizenden per keer. Goh. Mag ik hem meenemen? Ja, natuurlijk. Ja, dat is een mooie onderzetter voorbij het eten.